Maiko, lekkere overwinning? Ja, natuurlijk. Als je in de laatste seconde wint, is die onwijs lekker. Maar ik denk dat je, als je vandaag gelijk zou spelen, dat het niet eens heel gek was geweest. Maar als je zo wint, dan is het natuurlijk wel heel erg lekker. Alleen ja, de laatste vier wedstrijden gaat het op deze manier. Dus we moeten wel echt alle zeilen bij gaan zetten. Er moet wel iets beter voetbal komen. Nou, hielp het veld natuurlijk ook niet vandaag. Maar goed, desondanks drie punten zijn binnen. Dat is het belangrijkste. Zijn het gestolen punten? Nou, gestolen punten wil ik niet zeggen. Maar wat ik zeg, als je 0-0 speelt tot aan de 92e minuut, 93e minuut en je scoort dan. Ja, dat is natuurlijk wel lekker, maar gestolen punten wil ik niet zeggen. We hadden wel de eerste 20 minuten waren hun iets feller aan de bal. Daar kregen ze ook twee kansen uit. Eentje die de spits te ver voor zich uit speelde en de tweede die overschoot. En eigenlijk daarna, zeg maar, na 20 minuten gingen wij wat meer voetballen. En je zag de laatste 20 minuten in de wedstrijd ook dat wij iets meer druk gingen geven. En we speelden iets meer op hun helft. Alleen, ik denk uiteindelijk misschien dat het wel redelijk verdiend kan zijn. Maar wat ik zeg, als 0-0 was geweest, ja, dan had je denk ik ook blij moeten zijn. Je zegt het al terecht, ja, voor hetzelfde geld sta je na 11 minuten sta je al met 2-0 achter. Was het dan omdat jullie nu wat anders gingen spelen dan extra slot op de deur dat even elkaar winnen? Nou ja, wat ik net zei, de afgelopen vier wedstrijden loopt het niet helemaal lekker zoals we het in de eerste... Waar zit het daarin dat het niet lekker loopt? Nou ja, goed, wat Rick net ook al zei, ik denk dat elke ploeg wel zijn mindere periodes heeft, zeg maar. En zo hebben wij die ook. We zijn op zich redelijk goed uit de winterstop gekomen met twee oefenwedstrijden tegen Woerden en Aarlanderveen. En eigenlijk sinds dat de competitie is begonnen, loopt het gewoon wat minder. Nou goed, en in dat soort wedstrijden moet je je gewoon erin knokken, moet je gewoon blijven voetballen. En als dat dan niet lukt, als dat ook niet lukt, zeg maar, dan wordt het heel erg lastig. En dan is eigenlijk een opstapeling van heel veel facetten en dan lukt het gewoon niet. Liggen jullie op koers voor kampioen te worden? Nou, ik denk dat je niet moet vergissen in de andere ploegen. Je hebt natuurlijk nog twee, drie, misschien wel vier ploegen die gewoon meedraaien voor de bovenste plekken, zeg maar. SCA en Perkouw, die liggen op loer, hè? Op loer. Ja, en ik denk dat je er nog wel twee hebt. Dus ik denk dat je in totaal met z'n vijven bent waar je gewoon uiteindelijk gaan die vijf beslissen wie er bovenaan eindigt. Maar wat ik zeg, ik denk als wij alle wedstrijden winnen, heel simpel, dan ben je kampioen. Maar dat is bij hun ook zo. Als zij natuurlijk alle wedstrijden winnen, dan kunnen ze ook een kans maken. Dus ja, of we op koers liggen, dat is misschien een beetje hard gezegd. Maar ja, op het moment dat je dit soort wedstrijden wint, dan hoort dat er wel bij, zeg maar. Ja. Je eerste jaar bij Zomerdam, hoe bevalt dat? Ja, eerste jaar inderdaad. Het is een mooie vereniging. Kleine vereniging in die zin. Maar wel heel warm. Ook buiten het veld, zeg maar. Hè. De mensen binnen de vereniging. Maar ook de jongens waarmee ik voetbal. En ook in de tweede en ook in de derde en onder 23. Het zijn allemaal gasten die zijn er voor elkaar. Het is echt een dorp. En dat is mooi om voor deze club te voetballen. Je had je plekje snel gevonden? Ja, ik denk het wel. Het is wel een hele hechte groep. Ik denk dat de vaste kern al een aantal jaren met elkaar hier voetbalt. En ook buiten het veld veel met elkaar omgaat. Maar ik denk dat ze allemaal stuk voor stuk heel goed opgenomen hebben. En dat geldt voor de andere jongens die gekomen zijn ook. Dus ik denk dat het al heel snel in dat was dat wij bij ons thuis voelden hier.